Oké, welkom bij het filmpje over cultuur. Dat is een beetje de hoofdding. En we gaan het hebben over hoofdcultuur, culturele minderheden, multiculturele samenleving. Komt er even kort voorbij. En werelderfgoed. Het zijn korte filmpjes. Als je hier meer over deze onderwerpen leest, zou ik zeggen, zoek nog even verder ook. Want er zijn nog veel uitgebreidere filmpjes over te vinden. Dit is even korte inleidende filmpje zou je kunnen zeggen. Nou, cultuur, wat is dat dan precies, hè, cultuur? Nou, cultuur zou je kunnen zeggen is de manier waarop mensen leven, hoe mensen denken, hoe mensen doen, het denken en doen van mensen. Je kan daar allerlei hele mooie beschrijvingen van bedenken. Het gaat heel erg over het denken en doen van mensen. En daar horen dus heel veel dingen bij. Feesten die je viert, de godsdienst heeft een deel mee te maken, de taal die je spreekt, het eten wat je eet. Eigenlijk heel veel dingen die jij doet, maar ook de manier waarop jij naar dingen kijkt, overtuigingen die je hebt, wat je wel of niet lekker vindt, wat je wel of niet mooi vindt, heeft heel veel met cultuur te maken. En dan zijn er wereldwijd verschillende cultuurgebieden te bedenken. Je ziet hier een plaatje. Ik zal even kijken of ik hem even een beetje wat groter kan maken. Dan heb je hem een beetje in beeld. Dit is natuurlijk niet helemaal dekkend, maar dit zijn dan bekende cultuurgebieden. Europees, Slavisch, Chinees, Japans, Oost-Aziatisch, Australisch, Indisch, Islamitisch, Afrikaans, beneden de Sahara, Latijns-Amerika, Noord-Amerikaans. En dit is Oceanisch. Ja, daar kan je heel veel dingen van maken. Dit is natuurlijk heel erg algemeen. Want ook binnen Europa en binnen dat Slavisch cultuurgebied en binnen die islamitische cultuurgebied, of in ieder geval een gebied waar dat allemaal heel erg onder de invloed is van, daar heb je natuurlijk grote verschillen. Daar zou je ook weer allemaal culturen uit kunnen samenvatten. Maar dit is een heel algemeen beeld. Een indeling in 10 cultuurgebieden. Je kan het in kleinere cultuurgebieden opdelen. Maar goed. Deze zijn handig. Een handige indeling. Begrip hoofdcultuur. Wat is dan precies de hoofdcultuur? De hoofdcultuur is eigenlijk de belangrijkste, de grootste of de machtigste cultuur van een land. Dat betekent niet altijd dat de meeste mensen daar toe behoren, maar die hebben dan in ieder geval de meeste invloed. Nou, dat nogal verschillend kan zijn, ook naar hoe je kijkt, is misschien wel aardig om naar dit plaatje te kijken. Dit is India. En hier hebben ze hem ingedeeld op basis van talen. Hier zijn nog een paar andere taaltjes, die hebben even apart aangegeven. De verschillende talen die in India worden gesproken, er zijn er overigens nog meer, want je hebt ook nog een heleboel lokale talen of zelfs lokale dialecten. Maar je ziet daar Hindi heel groot in het midden staan. Dat komt omdat dat de belangrijkste taal is en ook in principe de taal is die de meeste kinderen wel op school krijgen naast Engels. Maar er zijn heel veel andere talen. En iemand die Punjabi spreekt hier, Roppa, die kan echt iemand die Tamil spreekt niet verstaan en andersom. Het is niet zo dat het er een beetje op lijkt of zo, dat het een beetje Gronings accentje is of zo. Het is echt wel een andere taal, er zitten ook soms hele andere taalstructuren. En dat gaat soms over grenzen heen, want hier Kashmiri, dat is ook een taal die hier in het noorden van Pakistan wordt gesproken. En bijvoorbeeld hier wordt Bengali gesproken. Bengali is de hoofdtaal die in Bangladesh wordt gesproken. Net zoals Tamil ook een taal is die in Sri Lanka veel gesproken wordt. Dus je kan hier nog veel, het gaat soms ook over grenzen heen. Hè? En Nepali, ja, dat wordt natuurlijk uiteraard in Nepal ook gesproken. En Tibeto-Birmeens, Birmaanse talen, Tibeto, hè, dat is dus de taal die in Tibet wordt gesproken. En Birmaans die in Myanmar of in Birma wordt gesproken. Nou. Dan zie je dus al een andere indeling waar Hindi misschien een hoofdcultuur is. Tegelijkertijd als je hier gaat kijken naar al die verschillende religies, dan is hindoeïsme een hoofdcultuur. En zo kun je het op allerlei verschillende manieren indelen van wat is nou precies de hoofdcultuur en hoe ga je dan ook, dat is ook de vraag, hoe ga je dan
die Indische cultuur, of die Indiase cultuur, sorry. Hoe ga je die nou precies omschrijven? Ga je dan vanuit de taal, of vanuit religie, of vanuit feesten, of gewoontes, of allerlei manieren om dat dan te omschrijven? Daar gaan we nu niet helemaal induiken, maar eventjes om aan te geven, zo'n hoofdcultuur en is soms niet altijd even makkelijk ook in onder woorden te brengen. Nou, wat hebben we dan nog meer? Naast zo'n hoofdcultuur zijn er uiteraard culturele minderheden. Dat zijn groepen in een land die een andere cultuur aanhangen en waar die minder belangrijk zijn of waar daar minder van zijn. He, dat noemen we culturele minderheden. Dat kunnen natuurlijk migranten zijn, zoals je dat veel in Nederland ziet, maar in India zijn dat, zoals je al zei, zoals het net al zag, kunnen dat ook dingen zijn. Nou, hier is een foto van iets wat recent natuurlijk van belang is. Dit is in Birma, ik had het net al over, Birma of Myanmar. En daar is een bevolkingsgroep, even voor de duidelijkheid, Myanmar ligt hier, dat is het land wat hier ligt. En er zijn heel veel mensen die op de vlucht nu zijn, die naar Bangladesh of soms een beetje naar India vluchten. Want het zijn namelijk een islamitische bevolkingsgroep. En je ziet hier, dit gebied, Bangladesh hier is grotendeels islamitisch. Dus die mensen vluchten hier vanuit een boeddhistisch land naar een islamitisch land. Omdat ze daar veilig zijn. De Rohingya is een minderheid in Myanmar. Een boeddhistisch of een islamitische minderheid. En er zijn soms hele prachtige mooie verhalen over dat boeddhisten en hindoeïsten allemaal zo ontzettend vredelievend zijn. En respect hebben voor alles en iedereen. Zelfs geen verworven dood durven trappen en bla. Tuurlijk, is er ook zo. Maar ja, wat je hier ziet is een voorbeeldje. Hè. Dit zijn boeddhistische monniken. Die dus geen vlees eten uit principe dat ze geen levend wezen willen doden. Omdat elk wezen een ziel heeft. Die toch doodleuk met een bord staan. Supporters of Rohingya, our enemies. Oftewel, de mensen die Rohingya helpen, dat zijn onze vijanden. En die Rohingya's die vluchten niet voor niks, die vluchten niet omdat ze het niet leuk vinden, die vluchten ook gewoon omdat ze slecht behandeld worden en soms zelfs gewoon bedreigd. Een culturele minderheid. En soms moet een culturele minderheid, wordt die niet zo goed en vriendelijk en lief behandeld door de hoofdcultuur als dat je zou willen. Want je zou kunnen denken, nou, een minderheid die moet je extra beschermen. Nou, dan komen we gelijk, als die twee dingen bij elkaar komen, dan kun je spreken over een multiculturele samenleving. Een samenleving, oftewel een plaats waar mensen samen leven. We moeten dus samen doen, niet apart, en jij zoekt het maar uit, maar samenleven. Dat woord zegt het al. Met multiveel culturen. Dat kunnen religies zijn, dat kunnen verschillende achtergronden zijn. Allemaal mensen met wat we tegenwoordig noemen een migratieachtergrond bijvoorbeeld, maar hoeft ook niet per se. Nou, ik heb hier even dit plaatje erbij gepakt, eigenlijk met het idee van nou, multiculturele samenleving. Nou, Nederland is dat natuurlijk ook, en je hoort in Nederland nog wel eens mensen over klagen van het is mislukt en het werkt niet een multiculturele samenleving, want mensen kunnen het niet met elkaar vinden. Als je naar deze foto kijkt, zijn allemaal lachende vrouwen. Dat is al een succes, dat mensen lachen, naar hun zin hebben. En alle vrouwen op deze foto horen bij een andere cultuur. En tegelijkertijd zijn ze allemaal onderdeel van de Nederlandse samenleving. Ook om even te laten zien dat het niet alleen maar op kleurtje of op hoofddoek zit. Maar deze mevrouw, die kennen jullie natuurlijk wel. Onze koningin, ja, wel een Argentijnse mevrouw. Is hier naartoe geëmigreerd, is volgens de papieren allochtoon of een Nederlander met een migratieachtergrond. Net als overigens haar man, koning Willem-Alexander. Ja, zijn vader was Duits, dus die rekenen we ook als Nederlander met een migratieachtergrond. Zijn moeder was ook allochtoon, want haar vader kwam ook uit Duitsland. Hè? En zo kun je ongeveer het hele Nederlandse koningshuis afgaan en je eindigt dan op een gegeven moment bij Willem van Oranje, wat een Duitser was die in Frankrijk een prinsdom had en daarom van zulke hoge adel was. Dus
Nederland heeft al honderden, zo niet duizenden jaren, is het al een multiculturele samenleving. En alles wat wij hier hebben is heel erg multicultureel. Delfts blauw, nou Amahoula komt helemaal niet uit Delft. Het is natuurlijk gewoon het Chinese porselein wat wij hier op een gegeven moment ook gingen maken. Tulpen komen uit Turkije. Wat hebben we nog meer? Je kan het zo gek niet bedenken. Al een heleboel dingen die je tegenkomt die zogenaamd typisch Nederlands zijn, die zijn dat eigenlijk helemaal niet. Wij doen niks anders al duizenden jaren lang dan lenen uit andere culturen. Wij nemen dingen over. En soms veranderen we ze, soms verbeteren we ze. Maar een multiculturele samenleving zijn we al heel lang. En je kunt je dus afvragen of dat zo heel erg is. Maar daar gaan we het later nog over hebben. Cultuurbotsingen en verrijkingen, dat komt in een ander filmpje nog voorbij. Nou, deze nog stond op de rij, werelderfgoed. Je zou kunnen zeggen, dat is cultuur wat van echt van ons allemaal zou moeten zijn. En dus ook is de Verenigde Naties, die heeft een onderafdeling, die UNESCO, oftewel de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dat is een onderdeel van de Verenigde Naties die dus allerlei dingen doet voor onderwijs, education, wetenschap, science en cultuur, oftewel cultural organization, die dus allerlei dingen doet. En een van die dingen is, ze hebben een werelderfgoedlijst, daar staan allerlei dingen op, die beschermd moeten worden. En als die moeten worden geholpen of gerestaureerd of iets dergelijks, dan is er geld voor beschikbaar. Spreken landen ook aan op van joh, dat mag je niet zomaar kapot maken. Landen doen natuurlijk ook hun best ook om daar dingen op te krijgen. Nou, hier staat een voorbeeldje, de stelling van Amsterdam. Dat is een oude vestingding om Amsterdam te beschermen. Die heeft totaal geen nut meer, want nu vlieg je er gewoon overheen, een grote bom. Maar die oude bunkers, dat is een dingetje. Een ander in Nederland, bijvoorbeeld ook Kinderdijken, al die molens daar. Kinderdijk. Maar ook dingen als de piramides van Giza in Egypte of de Borobudur in Indonesië, de Taj Mahal in India. Heel veel van die gebouwen, je kan er 100 noemen, en dan denk ik van nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, maar als je gaat zoeken en je ziet die foto, dan denk ik, oh ja, ken ik wel. Heel veel van die dingen, die ken je wel. Andere misschien niet, maar die zijn ook het bewaren waard. Je zou kunnen zeggen dat is cultuur eigenlijk van ons allemaal, van de mensheid. Nou, dat werelderfgoed, die werelderfgoedlijst is eigenlijk om te zorgen dat gewoon blijft bestaan voor de komende generaties. Cultuur van ons allemaal, zou je kunnen zeggen. Nou, leuk voor als er marsmannetjes ooit eens naar deze aardbol komen. Goed, dankjewel voor je aandacht.